Dag voetbalvrienden en welkom vanuit Madrid in het fraaie en roemruchte Estadio. Genoemd naar oud-speler, maar natuurlijk ook oud-voorzitter die dit stadion heeft laten bouwen, Don Santiago Bernabeu. Uw commentatoren van vandaag zijn opnieuw Jeroen Gruter en Sierte Vos. Laten we hopen dat we de komende 90 minuten veel mooi voetbal gaan zien. Deze wedstrijd wil je niet missen. Voor een lekker potje voetbal kun je me s'nachts altijd wakker maken. Dat weet je toch, Siert. Dit is de opstelling die de coach voor dit duel heeft samengesteld. Ze starten in een klassieke 4-4-2-formatie. Ja, Jeroen, aan jou de vraag. Waarom zien we die tegenwoordig zo weinig? Ja, het voetbal is veranderd, Siert. De ruimtes zijn kleiner geworden. De coach van Club Brugge heeft gekozen voor deze 11 spelers. Bij Club Brugge begon in 1969 een soort Nederlands tijdperk. Frans de Munk begon als trainer bij de Brugse club en haalde allerlei landgenoten. Ja, daarvan was Rob Rensenbrink de belangrijkste. Van zijn coach kreeg hij destijds de bijnaam Slangenmens. De wedstrijd is begonnen. Eens kijken wat ze gaan doen. Remy Cabella. Ja, door zo'n paas raak je de bal kwijt. Kingsley Coman. En dan de bal kwijt. Kan er zomaar in. Uitstekend verdedigd hier. Schotkans verijdeld. Kingsley Coman. Hier even in de schijnwerpers. Kingsley Coman. Bijna net zo snel als Nelly Coman. Dat is een eerste klas balgoochelaar. Ja, fantastisch om naar te kijken. Ik ben benieuwd wat hij vandaag voor ons in petto heeft. Ja, en nu scoren. Dat is nog een keer verdedigen. Dat is een kunst. En hij komt eruit met de bal. Trekker overgehaald. Hij ging op de doelman af, maar die deed wat goede doelmannen doen in zo'n situatie. Zo zeg, wat een heerlijke redding. Ja, hiermee voorkomt hij in de slotfase een achterstand. Niet voor het doel, maar kort gespeeld. Zoekt een opening bij de achterlijn. Dat is een goed blok. Ziet zich genoodzaakt de bal terug te spelen. Nos informan desde objetos perdidos. Sancho. Nico Schulz. Komen ze nu voor? Bijna komt die bal op de lat. Hakimi. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Kingsley Coman. Goed gezien, jongen. Hij keert de bal knap.
deze wordt kort genomen. Jadon Sancho. Kans van heel dichtbij. Er zit een tegenstander bij. Simpel balletje voor de doelman. En ze hebben de bal weer terug. De blik naar voren en ja, misschien valt er iets te creëren. En we hebben het doelpunt, de eerste van de wedstrijd. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. Want dat bekroont hij dan met een doelpunt. De score is geopend, het is 1-0. Nico Schulz. Sterk verdedigd, maar wel ten koste van een inworp. Club Brugge met de vrije trap. De scheidsrechter waarschuwt die speler wel, maar geeft geen kaart. Kingsley Coman. Nico Schulz nu. Van heel dichtbij, tegelijk maken dan. Hij verkeert, maar het gevaar is nog niet geweken. De defensie vangt het prima. Remy Cabella. Club Brugge laat de bal moeiteloos rondgaan van speler naar speler. Roeter. Dit moet een doelpunt worden. En er gaat er weer één in. Ach, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. Dit is nog eens omschakelen. Het is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij hebben onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Remy Cabella. Zo, die heeft vanmorgen weer de wandelschoenen gepoetst. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en laat Club Brugge doorspelen. Hij glijdt naar de bal en herovert balbezit. Wat gaat hij nu doen? En hij houdt knap tegen. Een mooi moment voor een nieuwe speler, zegt de coach. Voor het doel gebracht. Mooie positie om de bal te heroveren. Remy Cabella. Ja, ding dong. Dat hoor je in de Schouwburg altijd. Aanvang, dames en heren. Aanvang, dames en heren. Want het is weer een wedstrijd. De achterstand, nog maar 1 doelpunt. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. En dan de afronding. Ja, het oog misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet, hè? Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Ruimte aan de zijkant daar. Ja, op het doel. Raak! Binnen, zeggen ze in België. En zo staan ze nu 2 doelpunten voor. Wat een luxe.
Die speler die heeft waarschijnlijk bovenbenen van graniet of zo. Kijk eens hoe hard hij de bal inschiet. Lekker hoor, als je zo kunt scoren. We trappen weer af met een stand van 3 tegen 1. Club houdt de bal in de ploeg, de voordeelregel geldt. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Nee, aanval stuk gelopen, ze houden de bal niet in de ploeg. Maar er komt hulp aan. Wat een sterke sliding, zeg, bal veroverd. Club Brugge mag een vrije trap nemen. Ze zoekt die speler nog eens op. Ja, kijk maar, geeft geel. Overtreding, maar hij komt er met een waarschuwing vanaf. Ik denk niet dat de scheidsrechter een volgende keer weer zo coulant zal zijn. Ah, nee, veel te hoog geschoten. Ruimte op de flank voor Hakimi. Hij speelt zijn tegenstander voorbij. Zo'n kans mag er best in. Moet er natuurlijk in. Ook al blijkt het nu buitenspel te zijn. Ja, hij had niet geteld, maar als je dit soort kansen mist en zakte, moet je toch in de schoenen. Nee, niet goed voor je zelfvertrouwen dit. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Een kans van heel dichtbij. Ja, en dan gooit de lat roet in het eten. Ze kunnen weer opgelucht ademhalen. Daar is hulp van een teamgenoot. En die werken ze weg. Zo dicht bij een doelpunt. Maar ja, hij moet er niet tegenaan. Hij moet in het doel. Hij weet de bal af te pakken. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Hij rukt verder op. Hij stopt die gevaarlijke aanval. En met de bal aan de voet de uitbraak. Een lastige kopbal. Maar hij weet die bal te keren. Goed gekopt. Maar minstens zo goed gestopt door de doelman. En kort genomen. Trek naar binnen. De keeper brengt knappe redding en tikt de bal weg. Remy Cabella. Een counteraanval behoort nu tot de opties. Als die scheidsrechter hier geel voor geeft, mag hij douchen. Ze geeft hier geel voor. Er stond al een gele kaart, dus dan is het rood. Ja, zo simpel is het. Zie je het? Dat leer je op de kleuterschool. 1 en 1 is 2. Als je zo'n actie inzet, dan ga je die kaart krijgen. Je ziet het. Twee minuten blessuretijd. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Lekkere goal van Sancho. En we weten allemaal wat hij kan. Maar probeer hem maar eens tegen te houden. Dat lukt je niet. Ja, wat zijn die verdedigers daar nou te doen? Die staat te kwispelen als een stel schoothondjes. Er was toch alle gelegenheid om in te grijpen. Maar ze reageren niet. Ja, en dan krijg je hem dus om je oren, hè, op dit niveau. Rust in Santiago Bernabeu.
Ik ben benieuwd wat die tweede helft brengt. Ja, zie het. We hebben in ieder geval weer afgetrapt. Remy Cabella. Hij zit er goed tussen. Wat een onbesuisde, gewelddadige tackle. Als ik die scheidsrechter was, zou ik hier een kaart voor trekken. Ja, je moet toch gaan uitkijken. Ze missen al een speler. En ze geeft hier een gele kaart voor. Ja, je moet wel iemand overhouden, hè, om de wedstrijd te kunnen spelen. Zo gaat het hard. Jadon Sancho. Hij kan scoren en dat wordt het een gelijkmaker. Prima gered die bal. Knappe duik. Ze hebben besloten om een speler van de bank te halen. Voor het doel gebracht. De keeper keert de inzet met die duik. Hij onderschept die bal. Oh, als hij zo gaat dribbelen, dan moet je uitkijken hoor. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. En met die actie wordt de tegenstander achteruit gedrukt. De bal blijft binnen naar die redding. En die wordt gered. En hij wilde zo graag nog een keer scoren. Ja, er staat een heel attente keeper op doel. Hij neemt hem kort. Maakt de beweging naar binnen. Prima redding, hoor. Nieuw krijgen ze een hoekschop. Maar kort genomen. Nog steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. Ja, mooi tegengehouden. Pierre Lesmelou. De tackle op eigen helft loopt goed af. Er zijn opties aanwezig voor een counter. Doorgebroken met de bal. Geweldig van een keeperswerk van Bounou. Schop komt voor. Een koppel op doel, maar moeiteloos gekeerd door de doelman. Ja, met dit soort ballen verras je niet. En gescoord in een leeg doel. En die zit. Waar zit doelman? Niet in het doel zo te zien. Dus die bal gaat er zonder problemen in. Ja, zo'n kans. Die mag je natuurlijk niet meer missen. We trappen weer af en gaan verder met 4 tegen 2. Boateng. Is alweer even aan de bal. Hij laat de verdediger achter zich. Zijn kans moet hij afmaken. Goed gered hoor, door de keeper. Dat is een sterke onderschepping. Ze pasen de bal en werken aan de opbouw. De keeper krijgt nu complimenten van zijn ploeggenoten. Ja, terecht hoor. Wat een redding was dat zeg. Schitterend. Wagner. Pierre Lesmelou. Kans om te scoren. Deze gaat er dan niet in. Jammer. Was leuk geweest, toch? Als hij nog een hat-trick maakt.
Zeker, maar je kunt ook te gulzig zijn. Twee doelpunten is ook al geweldig. Ja, dat doet hij goed. Ja, goed. De speler krijgt hulp. Aanval onreglementair, abrupt, beëindigd. En ik denk dat hij daarvoor geel gaat krijgen. Ja, en nu blijft het niet bij een waarschuwing, maar krijgt hij ook echt de gele kaart. Bij de scheidsrechter is het toch al heel duidelijk geweest en moet nu ingrijpen. Hij zit er goed tussen bij die paas. Hij pakt de bal en begint een uitbraak. Nee, deze aanval is nog zeker niet voorbij. Kingsley Coman. Kingsley Coman. Hier kunnen ze iets terug. De keeper met de reflex en hij tikt de bal weg. Zou een counteraanval kunnen aankomen. Ze kunnen het nog afmaken. Ja, en nu scoren! Sierlijk gered hier. Een mooie duim. En nog nuttig ook. Je moet het maar kunnen hoor, die focus bewaren. Er komt een wisselspeler in het veld. Deze neemt hij kort. Maakt de beweging naar binnen. Prima redding hoor. We gaan nog een hoekschop nemen. Hij neemt hem kort. Richting het centrum met de bal. Oh, een heerlijk schot en wat scheelt het helemaal. Kessler. Ah, die bal geeft hij mooi. Technisch prima gedaan dat schot. Nu nog binnen de palen. Ze gaan het doen met een speler van de bank. We hebben nog 15 minuten te gaan. Krijgen we nu de beslissende actie? Hij blokkeert het schot. Goed van de bal gezet. Dit moet een doelpunt worden. Hij haalt uit, maar weet er niet de juiste richting mee te geven. Kan hem pakken. Daar is ondersteuning van een teamgenoot. En hij komt eruit met de bal. Hij mist oog in oog met de doelman. En maar waarom nou zo hard? Je kunt het er veel beter gericht inschieten. Jensen. Ja, op het doel. Altijd lekker. Opwarmballetje voor de keeper. Klim vast.
Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Goed gedaan van hem. Dat zag er gevaarlijk uit. Kingsley Coman. Komt dat schot? Hij weet de bal weg te werken. Bal uit. Dat wordt een hoekschop. Niet voorgezet, maar kort genomen. De verdediger stopt die voorzet af. Club Brugge met de vrije trap. Hij speelt hem kort. Een koppel op doel, maar moeiteloos gekeerd door de doelman. Ja, met dit soort ballen verras je niet. Jadon Sancho. Hier laat. Scheidsrechter, wat ga je doen? Ik zou het wel weten hoor. Ik zou hem hiervoor geel geven. Ik denk dat die trainer de spelers beter tot rust kan manen. Want dit, ja, dit begint gevaarlijk te worden. Straks gaat er ook nog een speler van het veld. Ja, dit is een gele kaart met risico's. Schot gaat ruim over het doel. Wagner. En nu snel schakelen voor de counter. Ja, applaus voor die doelman. Ik ga staan. We gaan allemaal staan. Deze paas kan hij onderscheppen. Doniel Malen. Hij onderschept hem. Ja, nu kan er een counter komen. Alleen de doelman nog voor zich. Hij keert dat schot. De bal wordt voor het doel gebracht. Jensen. Doorgebroken met de bal. Het gevaar nog niet geweken. Die bal was niet te missen. De keeper was even een straatje om. Nou, dit is natuurlijk wel een heel onvoorstelbare gang van zaken. Hè? Alsof ze de rode loper voor hem hebben uitgerold. Zo van, schiet hem er maar in. De score bij deze aftrap is 5-2. Houdt u het allemaal nog bij? Boateng. Jadon Sancho. Hij krijgt hulp. Oh, een kans van korte afstand. Ja, die is raar. Maar ja, dit doelpunt gaat ze natuurlijk niet redden. Ja, ja, het duel is natuurlijk al lang verloren. Maar toch nog een beetje genoegdoening dat ze een goaltje meepikken. Ja, hier valt voor de doelman natuurlijk geen enkele eer meer te behalen. Van dichtbij kan de speler erin werken. En zo'n kans laat hij natuurlijk niet liggen. En daarmee is de wedstrijd gespeeld. De thuisploeg wint. Ja, en wat een lekkere wedstrijd is hier gespeeld. Hè? Zie je het? Een duidelijke overwinning. Maar het belangrijkste is, hij komt voort uit goed spel. En dat mag gevierd worden. Nou,
dat gelijkspel was dat niet spectaculair. Maar hij was echt op drie vandaag. Geweldig om te zien. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag.